Ik denk dat we heel fier mogen zijn wat KVO vandaag tussen de lijnen gebracht heeft. En ja, dat ze eigenlijk blijven strijden hebben. Vooral hadden we, denk ik, toch het overwicht in het voetballend vermogen in de eerste helft, waar we ook een heel mooi doelpunt scoren. En dan weet je dat je de tempo en de pressing op hun verdediging niet kan volhouden. En ja, dat bleek ook natuurlijk in de tweede helft, waar we iets meer achteruit geduwd werden. En waar we dan ene keer niet goed gepositioneerd staan, die de ene als resultaat geeft. Maar toch, zonder dan nog heel goed te spelen, bleven we onze organisatie trouw. En dan bleek het toch op het juiste moment dat we toch wat kwaliteit brengen bij een transitie. En dan sta je toch opnieuw weer 1-2 voor. En de dreiging was er wel van Charleroi, maar niet voldoende om dan nog een tweede doelpunt te scoren. En ik denk dat iedereen van Oostende zijn kop ervoor gelegd heeft. En ja, dan was het natuurlijk een grote zucht van opluchting nadat Theo Indica het derde doelpunt maakte. Dat is een hele goede bal. En nu moet het dan toch wel lukken, zeker voor Oostende, om het helemaal af te maken. Ja, het is gebeurd. 1-3. De drie punten zijn binnen. De invaller Indica beslist het hier helemaal op de counter. Zal Yves van Dragen deugd doen? Ik denk sowieso dat we de tweede helft fysiek wel afgezien hebben. En dat we daar nog een werkpuntje in hebben. Dat we zeker de basisconditie nog naar omhoog moeten. Omdat je ja, wekelijks heel hard aan de slag moet om zo'n matchen over de schreef te trekken. Je ziet dat we een uur fysiek zeker ons mannetje konden staan. Maar ik denk dat we zeker nog veel beter kunnen. En dat is ook de boodschap naar de spelers toe. Als je ziet hoe dat we dan toch een klein beetje afgezien hebben. Dat we toch nog moeten keihard werken om ja, zulke situaties proberen te vermijden in de toekomst. En verleden week hadden ze een dagje extra verdiend naar verlof toe, maar deze week gaan we dat niet doen. Ik denk, ik heb het ook uitgelegd. Misschien verdienen ze het wel, maar we moeten denken aan een verdere verloop van het seizoen. En volgende week vrijdag is het snel terug wedstrijd tegen Gent, dus we gaan onze recuperatietraining heel goed kunnen gebruiken. Kijk eens, draaien, keren, nog eens draaien, nog eens keren. Eindelijk is wat diepgang nu in het spel en dit moet hem worden. Ja, tuurlijk wel. Ik denk ook dat Charleroi misschien zuivere kansen misschien meer gehad hebben dan ons. Maar ja, dat stond er altijd wel iemand voor. En dat konden we ook nog rekenen op Guillaume Hubert, die ja, een mooie redding maakt onder de lat. En dan nog een keer een bal in zijn gezicht krijgt, denk ik ook, in de eerste helft. Dus hij stond op de juiste plaats. Hij was er als we hem nodig hadden. De corner richting tweede paal, de kopslag en de save van Hubert, die Oostende echt wel recht houdt. Dat deed hij ook al een paar keer vorige week tegen KV Mechelen. En nu opnieuw op die schitterende kopslag. Kijk eens aan. Dan heeft Hubert wel het geluk dat hij redelijk in zijn buurt werd gekopt.